Bij een beroerte raakt er in uw hersenen een bloedvat verstopt of er raakt een bloedvat beschadigd waardoor een bloeding ontstaat. Bij een beroerte is de kans groot dat uw arm of hand het dan niet meer goed doet. U heeft dan minder of helemaal geen kracht meer in uw arm of hand. Het bewegen gaat minder snel, minder precies of het gaat helemaal niet meer. U stoot bijvoorbeeld gemakkelijker een koffiekopje om. Ook kan het vastpakken van iets minder goed gaan. Is uw arm of hand na een beroerte gedeeltelijk of geheel verlamd, dan bekijk uw arts en oefentherapeut hoe ernstig de uitval is en wat de mogelijkheden zijn voor oefening of training van uw arm en hand. Samen met uw behandelaars gaat u een oefenplan maken om de arm en hand te trainen. Welke oefeningen vindt u fijn om te doen? Met welke oefeningen heeft u het gevoel dat u vooruit gaat? En het belangrijkste, welke oefeningen zijn gemakkelijk te doen voor u? Welke zijn moeilijk? En welke oefeningen gaan niet? Het gaat erom dat het oefenplan precies bij u past. Het gaat er ook om hoeveel inspanning u aan kan. Of u zelf thuis de oefening kunt doen, of dat een therapeut u moet helpen. Het is dus een kwestie van samen zoeken naar de mogelijkheden. Een van de behandelingen die misschien bij u past, is de spiegeltherapie. Bij spiegeltherapie zit u aan een tafel met een spiegel tussen beide armen. Met beide armen probeert u dezelfde beweging te maken. Daarbij kijkt u tegelijk naar uw gezonde arm en naar het spiegelbeeld van die arm. U ziet dan twee armen dezelfde beweging maken. Zo lijkt het of beide armen precies hetzelfde doen. We denken dat deze oefening een stimulerend effect heeft op de bewegingen in de arm waarvan de kracht en bewegingen minder zijn. Het kan zijn dat u in het begin van de spiegeltherapie schrikt, omdat het net is alsof u de minder goede arm weer normaal kunt bewegen. Het kost dan soms tijd om aan zo'n behandeling te wennen. Daarom is het vooral in het begin goed om samen met een therapeut te oefenen. Uiteindelijk kunt u het ook zelf thuis proberen. Spiegeltherapie kan uw arm mogelijk stimuleren tot bewegen. Het kan achteruitgang van spieractiviteit in uw hand of arm tegengaan.